Hi, hi, dit is weer een vlogje van Davy. Ik ben, even kijken, de afgelopen weken zat ik er een beetje doorheen. En op een gegeven moment dacht ik toen van, ja goed, wat helpt mij eigenlijk om een beetje een positief gevoel te krijgen, ondanks dat corona eigenlijk te lang duurt, wat iedereen ook wel zal hebben, dat elke dag eigenlijk een beetje hetzelfde is. Dus op een gegeven moment dacht ik van, de ene keer heb je dat met shoppen, de andere keer heb je dat, maar ja goed, online shoppen is op een gegeven moment ook niet echt handig, want het is, ja, het is niet hetzelfde gevoel als je eigenlijk, hoe noem je dat, naar een winkel gaat en dat gevoel ding is. En op zich, als je dan een drankje doet, dat is nog steeds een ander gevoel. Dus, maar met Toto heb ik dat wel op het moment dat je dan, hoe noem je dat, een wedstrijd eigenlijk. Ik hou van de onderdak. Als dan een wedstrijd heel anders eindigt, dat degene waarvan eigenlijk, hoe moet je het zeggen, de winkans eigenlijk het kleinste is en diegene wint en ik heb dan 1 euro ingezet en krijg gewoon 11 euro, dan heb ik zoiets van, oh lekker. Dan denk ik ook wel van, oh shit, had ik nou maar 5 euro of 2 euro ingezet. Maar dan heb ik zoiets van, ja maar goed, als diegene niet had gewonnen, dan, ja, dan was je maar 2 euro kwijt. Ja, en op zich, maar goed, dat was dus mijn dinges. En nu heb ik, zoals jullie kunnen zien, Ajax shirt aan. Ajax heeft in de maand april, even kijken, 4 april moeten ze tegen Heerenveen. Met de loting. Ik heb op Toto volgens mij ook ingevuld dat ze de kwartfinales door zouden komen. Hebben ze dus ook gedaan. Heb ik ook kassa gehad. En even kijken, ze hebben. Ik heb dus aangegeven dat zij de finale gaan halen. En volgens mij dat ze de finale gaan winnen, nu weet ik het ook niet 100%. Maar wie staat in de finale? Volgens mij heb ik gekozen. Ja, dan moet ik eventjes, kan ik zo eventjes kijken. Maar je hebt in april, 4 april heb je Heerenveen Ajax. 8 april Ajax AS Roma. RKC op 11 april tegen Ajax. Dan even kijken, 15 april. Is dat de return van AS Roma tegen Ajax? Dan heb je 18 april Ajax Vitesse, de bekerfinale. Dan heb je 22 april Ajax FC Utrecht. Dan heb je 25 april Ajax AZ. Ja, ik weet niet of dat de kampioenwedstrijd is. En dan heb je 29 april de halve finale van de Europa League. Maar ik zat ook eventjes te kijken welke weddenschap ik bij Toto nog heb. Want je kan niet volgens mij ver uit. Oh, ik zie dat ik Europa League winnaar Ajax heb voorspeld. Dus ik heb alleen 1 euro nog ingezet. Misschien dat ik. Nou, even kijken. Na de wedstrijd tegen AS Roma. Nog 1 euro inzet. Even kijken, dan heb ik tegen Vitesse heb ik 2 euro ingezet. En ik heb dan sinds Ziyech bij Chelsea voetbalt, hou ik zoiets van, ja goed, weet je wat, het is ook wel leuk om daar geld op in te zetten. En dat heeft me ook wel geld opgeleverd. Dan heb ik 1 euro ingezet, de beste Engelse club. Dus dan als zij heel hoog eindigen, dan krijg ik 3,50 euro. En op zich tegen FC Porto heb ik 2 euro ingezet. En dan is het, maar dan is het 1,87 euro. En dan krijg je met 3,74 euro. Maar ja, het is mooi op het moment dat jij dan gewoon dat geld op je rekening, of nou ja, op je Toto-account bijgeschreven staat.
Dat je dan zoiets hebt van, ja, ik heb altijd gewoon €5 zet ik erop en dan is het, dan speel je alleen maar met €5. En dan is het van, als je dan €1 of dinges inzet, nu heb ik €2 en dan dinges. Maar wat ik zei in het begin van de video, op het moment dat je dan €11 terugkrijgt, dat was volgens mij met Lyon. Dinges, dan heb je zoiets van. En in diezelfde periode of die week daarop had een andere club ook dinges. Dat ik op een gegeven moment €14 of €20 op een gegeven moment dat ik zoiets had van. Dat is gewoon leuk, want dan heb je zoiets van. Ik vind het gewoon lachen dat je dan eigenlijk. Maar ja, goed. Ik weet niet of jullie dat ook nog weten dat. Ajax maakt ook wel kans. Alleen is het van op het moment dat ze dan eigenlijk. Niet doorgaan is het gewoon zonde. Maar dat was, ik had toen de kwartfinale hadden ze toen gehaald. En toen had ik juist niet geld erop ingezet. Dus ik had zoiets van ja, kijk, nu heb ik gewoon gezet van nou, ze winnen de finale. En op zich, hoe verder ze komen, dan zal de, hoe noem je dat? De bedrag of hoger worden of juist lager, ik weet het niet. Maar ik heb zoiets van, ik heb nu €1 erop ingezet. En ik vind het gewoon leuk. Het is gewoon, wat ik zeg, het haalt mij een beetje uit mijn dipje. En ja, ik heb ook besloten iets minder naar het nieuws te kijken. Maar op mijn mobiel krijg ik dat update, dingen dat je zoiets krijgt van, dat je zoiets hebt van, ik heb geen zin om elke keer die nieuwe berichten, hoe besmettingen er zijn, te weten. Want je hebt dan weer een andere mutant van dat virus. Dat je dan zoiets hebt van, ja, wat schiet je ermee op? En ja, ik heb trouwens ook wel een update van. Ik heb een verwijzing aangevraagd bij de huisarts voor die EMDR-therapie. En daar, ik ga morgen even het ziekenfonds bellen van hoe het zit met waar ik door hun vergoed word. Want in mijn stadje heb je er twee zitten. Dus, maar ja, goed, dan gaan we weer verder. Laat reactie hieronder in de comment wat je van deze video vond. En ik heb nu een ander filmpje ook gedaan van Happy Vibes van mijn omdenken kalender. Dat is dan wekelijks. Dat ik daarna op zich die dingen weggooi. En maar daar heb ik het gewoon. In een YouTube filmpje ook gewoon staan. En het is dat andere mensen het ook leuk vonden. Omdat ik zo het had van ja, nou ja, goed. Dus oké, doei, tot de volgende keer. En vertel jij waar jij eigenlijk blij van wordt in deze coronatijd. En ja, wat kan ik zeggen? Ja, ik heb ook volgens mij in het verleden ook gezegd van ik heb ook nu. Had ik iemand gesproken en op zich, ik heb in het verleden ook gezegd van ik wil een reanimatie EHBO-cursus even volgen. Dat ik zoiets heb van ja, dat is in principe wel ja, dat je het kan toepassen. Is altijd wel handig. Dus vandaar. Maar laat even in de reactie achter hoe jij omgaat in deze coronatijd met dipjes. En ja, misschien kunnen we wat aan elkaar hebben. Dus vandaar. Doei doei!